Een feestelijk moment in Harlingen, want deze week werd het diepste punt van de nieuwe N31 bereikt. Het bereiken van dit diepste punt van de weg bij Harlingen is een mijlpaal voor het project. Donderdagmiddag kwam gedeputeerde Sietske Poepjes naar het in aanbouw zijnde aquaduct om eigenhandig en met hulp van vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente Harlingen en aannemersbedrijf Belast Nedam beton te storten. De genodigden daalden 14 meter onder NAP en kregen daarmee gelijk een indruk van de enorme klus die daar gerealiseerd wordt. Het diepste punt is de waterkelder van het aquaduct onder het Van Haringsmakanaal. En dan storten ze er weer beton over. Gedeputeerde Poepjes beleefde zo het diepste punt van haar carrière, maar wel een prachtig dieptepunt. Een extreem dieptepunt en ik hoop dat ik er nog vele mag krijgen. Ja, dit is een dieptepunt, ja. Ja, letterlijk. Maar dit zijn toch de leuke dingen, denk ik, in het vak? Ja, dit zijn de leuke dingen. Als alles gaat zoals het gaat en de mensen die eraan werken, van Belast Nedam onder andere, maar ook van de provincie Rijkswaterstaat en de gemeente, hebben het heel goed onder controle. En ik heb heel veel respect ook voor de omwonenden van deze... Van deze bouwerij, want die zitten soms letterlijk in de slaapkamer, bijna met de heipalen. En dat moet je ook maar verdragen. Dus daar heb ik diep respect voor. Ik weet het, ik woon hier vlakbij en het is 7:01 begint het 's morgens. Dus okay. We hebben geen wekker meer nodig. Nee, dat geloof ik wel. Dat is een groot voordeel. Nou, vind ik echt heel knap dat je het. Maar er komt een eind aan. Ja, maar het wordt zo mooi. Dus alle Harlingers genieten er ook echt van. Nou, dat vind ik echt mooi om te horen, ja. Het ziet er ook wel interessant uit. In de zijwanden van de afritten naar het aquaduct zijn grote gaten zichtbaar. Die gaten zijn bewust gemaakt en die dienen als vluchtwegen. Dus als de tunnel straks klaar is, dan moet je op een aantal plekken snel de tunnel uit kunnen als er een calamiteit is. En daar zijn deze gaten voor bedoeld. En daar komen trappen in of zo? Ja, okay. En op die manier kunnen mensen snel de tunnel uit mocht er een calamiteit zijn. Het is voor de Harlinger nog even doorbijten. Nog een maandje en dan moeten alle heipalen en damwanden in de grond zitten.